Het historische pandje aan de Aalsterweg wordt niet gesloopt. Dat heeft het college besloten op aandringen van de Henry van Abbe Stichting. Het pandje leek een sta in de weg te zijn voor het tracé van de tweede HOV-busbaan. Dus moest er iets op verzonnen worden. Slopen vond de wethouder van Financiën de plat te duur. En verplaatsen was geen optie voor de Van Abbe Stichting. Die heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het onder de aandacht kwam van kopers. Mark Vitter staat nu op het punt het villaatje te kopen en daarmee is het monumentje gered.